Gebed voor de mannen van Suriname. Ik zou u willen vragen dit gebed met grote regelmaat de komende weken en maanden te bidden. Laat de Heer hierdoor een machtig werk doen in de vrijwording van onze mannen en daardoor in het gezond maken van ons land en in het herstel van de eer van onze vrouwen. Zie Maleachi 4, vers 5 tot 6 en Efeziërs 5, vers 25 tot en met 31. Hier dan het gebed. Hemelse Vader, ik kom tot u met een speciaal gebed voor onze Surinaamse mannen. Vader, rond Vaderdag hebben velen van ons gebeden tot u opgezonden ten gunste van hen. En we weten dat u een verhoorder bent van gebeden. Zelfs als het gaat om zulke grote weerbarstige dingen als de mannen als groep. Ze zijn als een grote berg die onbewegelijk schijnt te zijn in eigen gereidheid, eigen trots en een valse zelfverzekerdheid. Maar ik sta in geloof en zie op naar de God die gezegd heeft in Jesaja 40, vers 12 tot 14. Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de berg met een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Ook zou ik kunnen vragen, wie ons zijn eigen zoon geschonken heeft als losprijs voor onze zonden, zodat hij daarmee het eeuwig heil en ook alle dingen aan ons zou schenken. Alleen u, almachtige God, geweldig in verstand en groot van beleid, heeft deze dingen volbracht. En wel door uw zoon Jezus, die aan het begin stond van de schepping Gods. U heeft de bergen vastgezet door uw kracht. Maar u heeft ons door Christus in Matteüs 17 vers 20 ook het gezag gegeven om tegen bergen te spreken en ze in beweging te brengen. Daarom kom ik in geloof op tegen deze weerbarstigheid, eigengereidheid en koppigheid. En gebied deze verderfelijke hoogten om onze Surinaamse mannen los te laten en uiteen te vallen. Ik zet onze mannen vrij om in beweging te komen voor Jezus Christus. Vader, u heeft ook beloofd in Handelingen 2 vers 17 dat u in deze laatste dagen van uw geest zal uitstorten op alle vlees. Daarom vraag ik u, Hemelse Vader, om uw geest uit te storten op de mannen van ons land, zodat ze in deze machtige vervulling zullen mogen wandelen op uw wegen. De salving van uw geest verbreekt elk juk. En zo zal deze uitstorting alle banden verbreken die onze mannen binden aan deze verdorven wereld met haar verkeerdheden. Vader, laat uw hemelse engelen scharen in grote getalen los over de vijanden
die onze mannen binden in ongerechtigheid. En laat de vijanden door hun machtige zwaarden worden doorboord. Laten deze strijdengelen luisteren naar de klank van uw woord en uw wil volbrengen ten gunste van onze mannen. Vader, laat uw vlammend zwaard ingezet worden tegen de Leviathan die vele van onze mannen gevangen houdt in zijn greep. Wil dit monster van onderdrukking doorboren en vernietigen met uw zwaard. Ik leg de wateren van deze Leviathan en deze Hydra en alle andere onderdrukkende en verblindende machten droog en gebied ze in de naam van Jezus om onze mannen los te laten. Vader in de hemel, laat uw vuur alle vijanden verteren die onze mannen verdrukken en terroriseren. En ze leiden op de paden van het verderf. Verslind ze en vernietig ze volkomen. Ik maak zo onze mannen vrij van elke vorm van lust, verslaving, afgoderij, immoreel gedrag, pornografie, buitenechtelijke relaties of fantasieën, hebzucht, en alle duistere zaken in de naam van Jezus. Vader, laten deze mannen bewust kiezen voor een leven van reinheid en christelijke deugden. Maak onze mannen vrij van elke ongezonde binding met hun moeders en vaders. Maak ze vrij van elke generatie vloek en alle generatiebanden die ze steeds hebben geketend. Laten ze hun vader en moeder loslaten en hun vrouw aanhangen zoals uw woord hun dat gebiedt. Laten ze afleggen de werken van de duisternis en aandoen de klederen des lichts. Laten ze Christus Jezus aandoen en in de geest leren wandelen. Dit vraag ik u in de naam van Jezus. Laten ze hun lichamen stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer als hun redelijke eredienst. Laten onze mannen de goddelijke orde in hun leven in acht nemen. En die goddelijke orde is eerst Christus, dan hun vrouw, dan hun kinderen, dan hun werk, dan hun gemeente, dan hun familie, dan hun eigen bezigheden. Laat elke man zijn vrouw liefhebben en haar koesteren en eren en zich volledig inzetten voor haar welzijn en haar verlangens in de naam van Jezus. Laat elke man zijn kinderen liefhebben en ze de volle aandacht en ondersteuning geven die ze nodig hebben. Laat er tucht zijn, maar laat er bovenal liefde zijn. Vader, open de ogen van onze mannen, zoals u dat gedaan heeft voor de knecht van Elisa, om hen de hemelse heerscharen en de vurige paarden te laten zien, waardoor zij moed zullen vatten om te beseffen dat onze strijd vanuit de overwinning wordt bevochten. Laat onze mannen grijpen naar de koningskronen om met Christus te regeren en Gods koninkrijk te vestigen en uit te breiden. Laten onze mannen zich bekleden met de priesterlijke gewaden om hun priesterschap uit te oefenen in hun gezin, aan het werk en in de gemeente van Christus. Laat onze mannen als moderne Elisa's
hun profetenmantel aandoen om de geheimenissen Gods te verkondigen en te spreken zoals u ze gebiedt om te spreken. Laat onze mannen een ware honger krijgen naar uw woord om deze dagelijks in te nemen en als een zwaard des geestes en profetisch in te zetten. Laat onze mannen dagelijks op hun knieën gaan om Jezus te aanbidden en de overwinning zeker te stellen. Vader, hergeef onze mannen wat de duivel van ze gestolen heeft en laat ze met het vuur van uw verborgenheid en uw toren strijd leveren tegen deze vijanden. Laten onze mannen als moderne helden van David strijd leveren tegen demonische beren, leeuwen, reuzen en vijandelijke legers. Laat 1 er 1000 verjagen, laat 2 er 10.000 verjagen. Vader, laten de mannen hierdoor de plaats innemen die u voor ze bestemd heeft. Geef ze de gaven die ze nodig hebben om het werk te volbrengen waartoe u ze geroepen en bestemd heeft. En laat hun blik alleen gericht zijn op hun aanvoerder en opperbevelhebber, Jezus Christus. Vader, ik weet dat u onze mannen lief hebt en dat u ze allemaal wilt inzetten in uw machtig leven. Daarom vraag ik u om dit gebed te verhoren en ze allen naar u toe te trekken, zoals u beloofd heeft in Johannes 12, vers 32. Dit alles vraag ik u in de naam die ons gegeven is, boven alle naam. Die enige naam waaronder er behoudenis en overwinning is. In de naam van onze Heer Jezus Christus.